Ik heb zelf kort voor de coronacrisis beide grootouders van mijn vaderskant verloren. Zij waren allebei in de 90 en meer dan 70 jaar getrouwd. En ik heb het voorrecht gehad om bij mijn oma een paar dagen aan het sterfbed te mogen zitten. Dat vond ik een heel bijzonder moment, omdat ik op die manier afscheid van haar kon nemen en ook een aantal familieleden van mij die daar ook bij waren. Maar het deed me ook heel veel pijn om te zien hoe een vrouw die haar hele leven ondernemer was geweest, een groot gezin heeft grootgebracht en met heel veel liefde en plezier 70 jaar lang met haar man samen was geweest, hoe die in een paar maanden tijd echt ontzettend hard achteruit ging en op een manier haar leven ten einde zag komen waar ze absoluut zelf niet blij van werd. En dat was precies in die periode dat het rapport uitkwam en dat mijn collega Pia Dijkstra op basis van dat rapport ook keek, moet ik dat wetsvoorstel nog ergens aanpassen. En ik ben door die persoonlijke ervaring er nog meer van overtuigd geraakt dat we niet alleen moeten strijden voor een waardig leven voor iedereen, maar ook mensen de mogelijkheid moeten bieden om, als het helemaal voltooid is, ook op een waardige manier te sterven.